vergeet steeds de feiten en cijfers. En elke keer als ik ze nodig heb, sla ik er de boeken op na, die 12 planken beslaan in mijn kamer. Ik weet waar ik moet zijn om bevestiging te zoeken voor het feit dat in het ghetto van Warschau 7,2 mensen op een kamer zaten en zijn lots 5,8 mensen toewezen per kamer. Ik vergeet steeds dat 1/3 van Warschau Joods was. En dat ze in het ghetto 500.000 Joden op 2,4% van de stad bijeenpropten. En hoeveel lichamen ze verbrandden in Auschwitz. Op het toppunt van hun productie, 12.000 per dag. Ik moet het controleren. En nog eens checken. En droomde ik nu dat om 4 uur 's middags op 19 januari 58.000 uitgemergelde gevangenen uit Auschwitz marcheerden. En heb ik goed onthouden dat in Bergen-Belsen van 4 tot 13 april 1945 28.000 Joden arriveren uit andere kampen. Ik kan mij honderden telefoonnummers herinneren. Telefoonnummers die ik in 20 jaar niet heb gebeld, heb ik zo bij de hand. En ik kan me herinneren wat mensen zeiden. En wat de vrouw van iemand aan de man van een ander vertelde. Wat een goed geheugen heb je, zeggen ze me.